Welkom. Deze video ga ik uitleggen wat een LDR is. Een LDR is een weerstandje dat reageert op licht. Een LDR dat staat voor een Light Dependent Resistor, oftewel in het Nederlands een lichtafhankelijke weerstand. Nou, vind je niet per se uit je hoofd te weten. Wat je wel moet weten is dat hij dus op licht reageert en daar staat die L voor. Normaal gesproken is een weerstandje redelijk constant, heeft het bijna altijd dezelfde weerstand, maar deze die is dus afhankelijk van de hoeveelheid licht, hoe groot de weerstand is. De weerstand van een LDR is afhankelijk van de hoeveelheid licht die op de LDR valt. Nou, om dat uit te leggen gebruik ik wel eens dit voorbeeld. Een muur zie je dan als een weerstand en de ampère, de aapjes met hun rugzakje volt, die moeten daar overheen. Hoe hoger die muur is, hoe moeilijker het voor ze is, dus hoe langzamer de ampère gaan lopen en hoe meer volt ze daar kwijt raken. Nou, als we bij een LDR gaan kijken en we hebben bijvoorbeeld weinig licht, dus het wordt donker, dan is het in één keer niet meer zo makkelijk om die muur te zien. Dus wat denk je, is het dan voor die ampère makkelijk of juist moeilijk om over die muur heen te gaan? Nou, ik zou het een stuk lastiger vinden. Dus bij weinig licht is de weerstand hoog. Dat is iets wat je moet onthouden. En denk dan bij jezelf, weinig licht, het is donker, moeilijk om door de weerstand heen te gaan, over dat muurtje heen te klimmen. Dus is de weerstand hoog. Nou, stel je voor dat er veel licht is, zoals nu, ja, dan is het in één keer een stuk makkelijker. Dus bij veel licht is de weerstand juist laag. Dan kunnen ze er makkelijker overheen. Dit is een manier om het te onthouden, maar dit is dus iets wat je moet weten. Bij LDR, bij weinig licht is de weerstand hoog en bij veel licht is de weerstand laag. Een LDR die kan gebruikt worden als een sensor. En een sensor dat is eigenlijk een elektronisch apparaatje dat iets kan waarnemen. Want een LDR kan licht waarnemen omdat daardoor de weerstand verandert. En je kan dat bijvoorbeeld ook tekenen in een schakeling. Daarvoor gebruiken we een symbool. Dat kan deze zijn of dat kan deze zijn. Dat hangt er een beetje vanaf welk boek je gebruikt. In BINAS staan ze ook. Dit is natuurlijk het symbool voor een weerstandje. En die zie je hier ook. En daarnaast heb je die twee pijltjes. Dat moet je zien als lichtstraaltjes. Dus dit is het symbool voor een LDR. Hier zien we een diagram waarbij de lichtsterkte van een LDR veranderd is en de stroomsterkte door dat weerstandje is gemeten. En als je dit ziet, dan moet je hier eigenlijk uit kunnen halen om wat voor soort weerstandje dit gaat. Nou, het is de lichtsterkte. En wat je ziet is dat hoe meer licht er is, dus hoe groter de lichtsterkte, hoe meer ampère er door dat weerstandje heen gaan. Dit is dus de stroomsterkte door een LDR, want hoe lichter het wordt, hoe makkelijker het is voor de ampère om er doorheen te gaan, dat betekent dat de weerstand lager wordt. Dus hoe meer licht, hoe lager een weerstand. Nou, dit soort diagrammen moet je ook kunnen aflezen en dan moet je kunnen zeggen wat voor soort weerstandje dit is. In dit geval een LDR, maar er zijn nog een paar andere die in andere video's worden uitgelegd. En het kan zijn dat je die ook moet kennen. Dus vandaar dat ik dit even als voorbeeld heb gebruikt. Nou, een kleine oefening. We hebben hier een schakeling. We hebben hier een spanningsbron. Een LDR, die moet je nu zo wel langzaam kunnen herkennen, en een lampje. En de vraag is, bij veel licht is de lamp dan aan of uit? En bij weinig licht is dan de lamp aan of uit? Je kan dat eerst even zelf bedenken door de video op pauze te zetten. Nou, bij veel licht, dan moet je even voorzien, dat muurtje is dus goed te zien. Dus hier kunnen dan de ampère makkelijk doorheen. De weerstand is hier laag, dus ze kunnen hier makkelijk doorheen. Dus ze komen met z'n allen hier aan bij de lamp, daar lopen ze ook doorheen. Dus de lamp is aan. Nou, bij weinig licht wordt het moeilijker om hier doorheen te gaan, dus ze kunnen ook niet naar die lamp toe, waardoor dus die lamp uit is. En ook als deze omgedraaid zou zijn, dan zouden ze hier misschien wel doorheen kunnen, maar als ze hier niet doorheen kunnen, ja, dan heb je een opstopping, dus dan gaat het lampje ook uit. Dus bij veel licht is het lampje aan en bij weinig licht is het lampje uit. Niet de meest handige schakeling, eigenlijk wil je het andersom hebben. Nou, daar heb je nog andere elektrische componenten voor, maar die leg ik niet in deze video uit. Maar nu weet je wel in ieder geval hoe een LDR werkt. Nou, kort samengevat, een LDR die staat voor een Light Dependent Resistor, oftewel een lichtafhankelijke weerstand. Dit is een van de twee symbolen, dit is het andere symbool, die moet je kunnen herkennen. Het kan zijn dat je BINAS hebt, daar kun je ze ook in vinden, kijk maar even of je daar kunt vinden. Nou, de weerstand van een LDR is afhankelijk van de hoeveelheid licht die erop valt. Bij weinig licht is de weerstand hoog, bij veel licht is de weerstand laag. Daarnaast, een LDR kan gebruikt worden als bijvoorbeeld een sensor, omdat hij iets kan waarnemen. Nou, dat zijn de dingen die je van een LDR moet weten. Ik hoop dat het duidelijk was en dankjewel voor het kijken.